Populairder. Volgens de tafeltennisvereniging Amstelveen is dat omdat het een van de snelste balsporten is en je hebt geen fysiek contact. Wij gingen langs bij TTV Amstelveen om te kijken of de nieuwe Bettine Vriesekoop al is opgestaan. Er is wel op het tijd. Tafeltennis is een leuke sport omdat iedereen kan het oefenen van 8 tot 80. Het is weinig blessure gevoelig, het is geen contactsport, dus je hebt geen fysiek contact, dus je loopt zelden blessure op. Het is een hele leuke sport omdat je er heel weinig voor nodig hebt, je hebt alleen een goed tafeltennisbeetje nodig. Met weinig materiaal kan je al heel gauw beginnen. Er zijn heel veel mensen die tafeltennis beoefenen, denk eens aan China, maar denk ook eens aan de mensen die op de camping beginnen. Bijna iedereen, van jong tot oud, die heeft er wel eens mee kennis gemaakt. En wat vind je zo leuk aan tafeltennis? Wedstrijden met iemand doen. En dat je lekker hard kan slaan. Er is ook wel leuk aan dat je ermee kan winnen. Bij ons staat plezier voorop. Maar het is natuurlijk ook vaak gekoppeld. Want alleen plezier hebben zonder een prestatie te leveren is niet voor elk kind of voor elke volwassene het doel. Het is eigenlijk heel gezellig. Tot zo.